Yo, what up gasten, welkom bij een iets andere video dan normaal op Banjo Movies. En hij is iets anders dan normaal, omdat ik de laatste tijd heel veel ziek ben. Zo ook vandaag een beetje. En als je ziek bent, dan komen er zoveel mensen naar je toe. Denk eens één keer bij jezelf na over hoe je mensen kan helpen beter worden. Dat kan dus niet met een wasje bloemen, of snoep, of een of ander tweedehands cadeau. Dat zie je altijd gebeuren. Als iemand ziek is, krijgt hij altijd dat soort troepen. Dus ik ook. Maar godzijdank hebben we een marktplaats waar ik alles te koop zet. Behalve de snoep. Maar één iemand had een denderend idee. Misschien is het wel dé oplossing van de eeuw. Het was yoga! Ja, yoga. Mensen toch. Ik heb dus een beetje research gedaan naar yoga. Ik zeg het eerlijk, aan het begin dacht ik dat yoga niks voor me was. Totdat ik deze foto's tegenkwam. Zoals je kan zien, iemand heeft yoga vergeleken met alcohol. Want nou, als je dronken bent, dan doe je yoga. Dus ik vind yoga in één keer cool. Ik ga een yoga doen. Ik wil yoga gaan doen. Yoga is de shit. Yeah! Even alle gekheid op een stokje, ik heb gevraagd of jullie vragen in konden zenden. De eerste vraag is, Bardo, kan je voetballen? Dat is een moeilijke vraag, want ik wil eerst even een punt maken. Oh, ik heb een goal, ik heb een punt, yes! Oeh, Bardo, je bent zo grappig, man! Hé, hey, dankjewel. Ik kan aardig voetballen, ik werd altijd opgesteld als rechts buiten het veld. Ik heb nooit mee mogen doen. Ik zat wel op voetbal. Maar de volgende vraag is dan, Bardo, kan jij dieren interviewen? Of ik dat kan? Nou, ik heb ze speciaal voor jou geïnterviewd. Meneer Zwaan. Holy shit. Hey, alles goed met jou? Oh, nee? Gaat niet goed? Ik laat je wel even met rust. Hey, ik wil... Nee, nee! Ga niet... Oh, sterk! Kerel, ik wil je wat vragen. Klootzak. Chris Brown, luister. Yo, hij kijkt naar Chris Brown. Wat vind jij van Friday, Rebecca Black? Je krijgt er de rillingen van. Oh, je wil gewoon je hoofd in je kont stoppen als je haar hoort. Die witte eend is Charlie Sheen. Want Charlie Sheen heeft ook altijd een witte neus. Die gast is echt een bootje van de Efteling, zie je dat? Welkom terug in mijn huis. Allereerst ga ik even een random foto zien van mij en Gerard Joling. En dan wil ik nu mijn primeur pakken. Iedereen kent Justin Bieber inmiddels. Alleen, hoe erg is Justin Bieber nu? Via Google kan je kijken wat het meest populair is in de wereld. Ik heb even vergeleken hoe populair Justin Bieber is ten opzichte van AIDS, polio, herpes en cholera. Zoals jullie kan zien op dit plaatje, Justin Bieber wint van alle vier die ziektes. Dus Justin Bieber is erger dan AIDS, polio, cholera en herpes bij elkaar. Oh mijn god. Toen dacht ik bij mezelf, Justin Bieber is toch geen god? Nee, dat is hij inderdaad niet. Hij is populairder dan God. Justin Bieber is erger dan vier ziektes bij elkaar en hij is populairder dan God. En toch wordt hij aanbeden. Sorry, ik ben hier weg. Maar de volgende vraag is, Bardo, kan je pony rijden? Hallo, ik ben een paard. Hallo paard, hallo. Huh? Oh, jij ziet er mooi uit. Oh, wat bedoel je? Oh, het is pony rijden. Ik dacht pony berijden. Maar ik kan wel ponies berijden. Daar heb ik tenminste nog iets om te doen met mijn leven. Dan de volgende vraag. Bardo, wat is jouw favoriete Pokémon? Nou, mijn favoriete Pokémon is Filemon. Filemon Wesseling. Dat is echt de meest slechte grap die ik sinds tijden heb gemaakt. Filemon, Pokémon, ja. In ieder geval mensen, ik ga even uitzieken. Ik spreek jullie later en ik ga helemaal mijn eentje weer met smetvrees op mijn kamer masturberen omdat ik niks anders te doen heb. En het is fucking erg aan het worden. Is echt niet normaal. Na deze video ging het bergafwaarts. Bardo Allens is 18 jaar geworden. Banjo! Yo, what up gasten, bedankt voor het kijken van de video van deze week. Mocht je afvragen of je muis het nog doet, die kan je testen door even op het groene duimpje te klikken, hem toe te voegen aan je favorieten en op hierboven op abonneren te klikken. Dan krijg je altijd een update over mijn laatste video's. En je mag ook een reactie plaatsen. In de reactie kan je dan een vraag zetten. Want vergeet deze video ook niet te delen met al je vrienden. De drie video's aan die kant zijn klikbaar. Groen duimpje, favoriet, abonneren. En nogmaals, delen via Twitter, Huis, MSN, alles wat je maar kan verzinnen. En dan ben ik er volgende week weer hopelijk iets beter met een betere video. En gasten, ik check jullie later.